Mogen wij u een paar vragen stellen? Ja. Wij zijn van de Frisse Blik en ik heet Mandy en zij is Lotte. Oké, onze stelling is, treinreizigers moeten hun eigen troep opruimen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik uitstekend en zo hoort het ook. Oh, dat vind ik niet zo netjes. Ik probeer zelf ook altijd alles op te ruimen. Ik hoop dat andere mensen dat ook doen. Nou, dat lijkt me goed dat je je eigen spullen, die je vies maakt of wat dan ook, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent en dat je dat ook opruimt. Dat vind ik ook. Als je rommel maakt, moet je het ook opruimen ook. Doe. Voorvan, wat ja, vindt u daar? Zeker. Iedereen moet zijn eigen troep opruimen, overal. Niet alleen in de trein, overal. Ja, en... ruimen jullie ook, ruimt u ook is soms van andere mensen toe? Ja, eerlijk gezegd laat ik andermans troep gewoon liggen. Dat is ook niet goed natuurlijk. Maar, nee. Ja, daar zou ik mijn leven wat in kunnen beteren, dat klopt. Nou, ik raap wel eens papiertjes van een ander op, maar niet altijd. Soms laat ik het ook wel liggen. Maar voor mezelf doe ik het wel, ruim ik het wel op. Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is een goede vraag. Ik soms... als ik iets zie liggen, pak ik het op. Maar soms, daar doe ik het niet. Dat is verschillend. Ze hebben daar medewerkers voor om de troep op te ruimen. Maar soms dan doe ik het wel. Ja, daar heeft u ook wel gelijk in. En reist u ook wel soms met de trein? Ja, regelmatig. Okay. Ja, ik reis niet zo vaak, maar ik reis wel eens met de trein, ja. Nou, bedankt en tot ziens. Doeg. Heel weinig reis. Ik reis meestal met de auto. Dank u wel. Graag gedaan.